Angela Biesmans, ik ben 28 jaar en ik werk als BTC-junior in Tanzania. Ik ben hier toegekomen ongeveer 1,5 jaar geleden. En mijn vriend Thomas is ook meegekomen en heeft intussen een job gevonden in de toeristische sector. Wat wel een interessante activiteit is hier in de buurt. Een normale dag, als ik niet op terrein ben, ziet er meestal als volgt uit. Ik sta rustig op, ik ontbijt en dan ga ik meestal met de auto naar het werk. Ik wilde vertrekken naar het werk en de auto wil niet starten. En dat is nogal gebeurd inderdaad met die oude auto's hier. Ik werk bij Trees Tanzania als microfinance advisor. Ik heb een aantal taken waarvan de belangrijkste is om het proces rond de Vicobas uit te werken en op te volgen. Vicobas zijn village community banks, dus ik heb samen met onze lokale partners het hele proces opgezet, trainingen georganiseerd, monitoring tool ontworpen. Als we met de Vicobas werken, is dat vaak met Maasai, wel een hele bekende stam uit Tanzania, met speciale en hele interessante culturele gewoontes. Dus dat maakt het extra interessant om mee samen te werken. Ik ben ongeveer 1 week per maand op het terrein. En dat is vaak dan om de partners op te volgen, om te zien hoe de trainers het doen. En af en toe geef ik ook een training om bijvoorbeeld data te verzamelen of tablets te gebruiken. Een van de grootste uitdagingen hier in Tanzania is misschien nog wel om mensen mijn naam correct te laten uitspreken. Dus natuurlijk, Goedele is geen internationale naam, dus ik krijg van alles te horen. Zoals Goedele, Goedele, Goedluck, Goedele, anything. Ik heb toegepaste economische wetenschappen en ontwikkelingsstudies gestudeerd. Dan heb ik eerst een tijdje in de privésector gewerkt. En dan heb ik gesolliciteerd bij het juniorprogramma. En vond ik deze job als microfinance advisor, wat toch wel een interessante combinatie is van economie en ontwikkelingsstudies. De samenwerking met mijn coach Bart loopt heel vlot eigenlijk. Bart is een hele positieve persoon, dus telkens als we een gesprek hebben of als ik een vraag heb, dan kom ik altijd wel buiten met veel zin om er terug in te vliegen, omdat hij zo positief ingesteld heeft en ook veel goede ideeën geeft. De samenwerking met Goedele van in het begin is dat goed gegaan, want ja, we hadden wel wat angst, want het werk dat Goedele moest opnemen is heel gemakkelijk werk. Wij doen geen infrastructuurwerken of wij slagen waterputten. Wat Goedele moest doen is echt spaar- en kredietgroepen oprichten in heel geïsoleerde gebieden. Dus het is een heel gemakkelijke opdracht, maar Goedele heeft dat op een heel rustige, kalme en doelgerichte manier aangepakt. Stap voor stap. En kan ik echt zeggen dat ze een fantastische basis gelegd heeft. In mijn vrije tijd ga ik wel eens graag sporten. En in het weekend gaan we heel vaak op uitstap met de vrienden. Er zijn hier superveel mogelijkheden om leuke tripjes te doen. En we hebben met een aantal vrienden zelfs een groep op Facebook en op WhatsApp, de Valiesjes on Tour. Dus daar gaan we regelmatig mee op stap. Arusha is niet zo'n hele mooie stad, maar de natuur rond Arusha is echt heel mooi. Er zijn veel nationale parken, zoals Serengeti, Kilimanjaro National Park. En dan hebben we ook nog de Maasailand. Heel uitgestrekte gebieden waar zelfs niemand komt. Dus wel super leuk om allemaal te verkennen.
Als ze mij zouden vragen om opnieuw BTC junior te worden, zou ik zeker ja zeggen. Ik heb zowel professioneel als persoonlijk vlak superveel bijgeleerd. Ik heb heel veel mooie dingen gezien in Tanzania. Ik heb heel veel bijgeleerd over Gicobas, maar ook heel veel andere aspecten van de ontwikkelingssamenwerking. Dus ik zou het heel graag opnieuw doen.